Het Nederlands elftal traint hier in Zeist, maar Frenkie de Jong is er niet bij. Hij heeft zich afgemeld vanwege een blessure. Ja. Hoe groot is dat gemis? Nou, dat is heel groot. Hè? Hij is een hele belangrijke speler in het systeem wat Ronald Koeman wil spelen. Eigenlijk welk systeem je ook speelt met het Nederlands elftal. Omdat ja, hij is een middenvelder die eigenlijk het spel bepaalt en de tempo bepaalt. En laat zien hoe ver je op de helft van de tegenstander speelt of niet op de helft van de tegenstander. Het is gewoon de vormgever van dit Nederlands elftal. Ja, als je die mist tegen de vice wereldkampioen Frankrijk, ja, dat is een enorme aderlating. Nee, dat betekent niet dat ineens een systeem veranderd gaat worden. Het zal wel heel vreemd zijn in mijn optiek als je ergens voor kiest. En er valt de speler af, hoe belangrijk ook. En dat je dan ineens... Nee, dan zal een andere speler dat gaan invullen. En dat zal ook weer iets anders zijn. Maar dat voorzie ik niet dat het probleem is om dan ineens qua systeem te gaan veranderen. En wie gaat er dan het middenveld vormen tegen Frankrijk? Heb je enig idee? Gaat misschien Mats Wiever wel al zijn debuut maken? Nou, dat sloot Koeman het niet uit dat Wiever eventueel zijn debuut kan maken. Hij maakt een hele goede indruk bij Feyenoord. Of het tegen Ajax is, Shakhtar Donetsk, Europees, Nationaal. Ik heb hem geselecteerd op basis van het feit dat ik denk dat hij op dit niveau goed kan spelen. En nu dat Frenkie wegvalt... Zal daar iemand anders spelen? En dan nogmaals, daar ben ik nog niet over uit. Ja, ik denk ook dat Ronald Koeman eerder teruggrijpt naar oudere spelers die al bij hem hebben gespeeld in zijn vorige periode bij het Nederlands elftal. En dan moet je denken aan Martin de Roon. En hij zei ook van tegen Wiever, jij kan de nieuwe Martin de Roon worden. Nou, dan denk ik niet dat Wiever speelt en Martin de Roon niet. Ja, misschien dat er dan toch een rol komt voor Klaassen. Davy Klaassen, die bij Ajax niet alles speelt. Maar is wel een diepgaande middenvelder. En misschien daarachter dan met Wijnaldum en Martin de Roon. Ik denk dat we daar een beetje aan moeten denken. Wat verwacht je van Xavi Simons, de grote man bij PSV? Talent ja. Misschien wel voor de toekomst. Ja. Of komt een basisplaats tegen Frankrijk voor hem iets te vroeg? Nou ja, dat kan je ook gewoon proberen. Maar ik denk dat onder Koeman dat iets te vroeg is. Die zal tegen Gibraltar zal die hem waarschijnlijk wel speelminuten geven. En misschien als invaller tegen Frankrijk. Maar vanuit de basis geloof ik niet. Nou, hij geeft zwoeng aan het elftal. Dat is goed en dat is leuk om te zien. En best wel een aantal dingetjes wat ik denk van dat moet hij nog een beetje veranderen. Maar hij is jong en daar ga ik wel met hem over praten. Denzel Dumfries is geschorst hè, tegen Frankrijk. Heeft het Nederlands elftal daarom een probleem als op de rechtsbackspositie? Want ja, Mbappé speelt daar hè, normaal gesproken ja. Bij Frankrijk, linksbuiten. Ja, nou, ik zie de alternatief zie ik wel in de selectie. En dat is Lucharel Geertruida van Feyenoord. Die maakt ze weliswaar zijn debuut, maar waarom zal hij niet tegen Mbappé kunnen spelen? Die doet het uitstekend. Hè. Die speelde ook Bergwijn in de klassieker uit de wedstrijd. Toen speelde hij als rechtsback. Dat is denk ik het ideale alternatief voor Denzel Dumfries. En Koeman zei ook, een rechtsback bij mij moet kunnen verdedigen. Daarom zit voor Frimpong er niet bij van Bayer Leverkusen. Ja, en dat kan hij. Hij kan wel heel goed verdedigen. Ja, ook Daley Blind is er uiteraard weer bij. Hij kan zijn 100ste interland gaan spelen. Ja. Hè? Dat zou toch bijzonder zijn voor Blind? Ja, zeker. Nou, jij zegt uiteraard. En voor heel veel was dat niet zo uiteraard. Omdat hij natuurlijk nauwelijks aan spelen toe kon bij Bayern München. Na zijn vertrek bij Ajax. Maar hij zat er de laatste jaren altijd bij. Hij zat er altijd bij. Koeman heeft ook wel aangegeven dat hij eigenlijk erbij zit voor de bank. Hij krijgt de kans om zijn 100ste interland te spelen. Ik denk ik vind dat hij dat verdient. Geweldig natuurlijk. Een enorme mijlpaal. Er zijn volgens mij 8 internationals die 100 of meer interlands hebben gespeeld. Nou, hij wordt de 9e. Maar ik heb Daley ook verteld dat hij niet eerste optie is als linksback. Hoe ver is dit Nederlands elftal onder Ronald Koeman? Nou, die zijn nog nergens eigenlijk. Hè. Ze gaan iets anders spelen. Hè. 4-3-3 wordt meer het uitgangspunt. Hij ziet Feyenoord een beetje als het voorbeeld. Hè, met een hoop intensiteit, offensieve intensiteit spelen. Veel druk zetten. Diep op de helft van de tegenstander durven voetballen. Ja, daarvoor is er wel een bepaalde gewenning nodig, denk ik, bij een groot aantal spelers. Want die zijn bij het Nederlands elftal afgelopen jaar alleen maar gewend om achteruit te lopen. Ik weet niet of hij dat in 3 trainingen of hij dat erin krijgt. Maar het Nederlands elftal moet gewoon van zichzelf uitgaan en durven voetballen. Want kijk, dat doen die Fransen wel. Ze laten je wel voetballen. Ja, en dan is het natuurlijk doodzonde dat Frenkie de Jong er niet bij is. Want die heeft ooit een wedstrijd in de Kuip tegen Frankrijk. Dan was hij weergaloos. Hè. Toen werd hij al vergeleken met Johan Cruijff. Zo speelde hij. En dat was dan misschien net een brug te ver. Maar ja, die ga je natuurlijk wel missen om dat spel te spelen wat Koeman graag wil spelen.